Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder in Frankrijk, aflevering nummer 43 alweer. De vorige race in Canada was weer uitstekend goed verlopen. Verstappen kwam daar een paar duizendste tekort op zijn eerste overwinning, maar pakte alsnog een podium. Alle races dit seizoen zijn dus naar mij toegegaan voor de winst. Kijken of we dat ook hier in Le Castellet kunnen gaan doen. Een flinke voorsprong op Verstappen. Ongeveer 70 punten verschil. I hate to drop this on you, but we could do with your expertise on this one. En we moeten even kijken op wat we gaan focussen. Is Verstappen belangrijker of is de aerodynamica belangrijker? Thanks. En we gaan voor Verstappen, dus de aerodynamica wordt 10% langzamer. De tijdlijn. Veel dingen binnengekomen van de upgrades. We hebben weer een evenement bij de chassis department. Of wij meer resource punten krijgen of korting op een upgrade. En we gaan voor de korting natuurlijk, dus dat is alleen maar goed. En de aerodynamische team is blij, want er is een nieuwe update gekomen, zag ik. Ik zie niks wat er nieuw is bij de... Ja, wat is het? De delen van de research and development activiteiten. Meestal komt daar een pop-up, dan zie je... Wat er allemaal nieuw is, alleen dat zag ik dit keer dus niet. We hebben een ICE wat we misschien kunnen gaan upgraden, maar we hebben te weinig resource punten. Dus dat moet gewoon goed komen in de volgende wedstrijd in Oostenrijk. Even kijken of wij nog wat dingen kunnen bestellen. Misschien hebben die extra resource punten dus binnengekregen en dat chassis onderdeel is besteld. Sorry, de betrouwbaarheidsonderdeel is besteld. En allemaal ultimate updates. Dus dat moeten ons nog verder naar voren zien te komen. Oftewel, we moeten nu ons gaan focussen op alle ultieme updates en upgrades van de auto. 11 dagen nog dat Verstappen onder ons rijdt. Maar goed, eerst de kwalificatie lekker doen voor de grootprijs van Frankrijk. Daar gaan we dan. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer. Een aantal onderdelen van de componenten zijn wel wat beschadigd, maar dat is geen probleem. Je zou het gewoon vol moeten houden tijdens de wedstrijd. En we gaan kijken wat deze run in Q1 ons opbrengt. Neem maar daar een klein paaltje mee. Hadden ook een momentje overstuur door dat hobbelige gedeelte op de weg. Zijn aanbeland bij de laatste bocht, komen iets te wijd uit, beetje op die curbstone. Heeft ons wat tijd gekost, maar wij gaan naar een 1.28.4 op een P4. 2/10 langzamer dan Verstappen. Bottas rijdt daar wel in de weg en deze run is verpest. Right, come in at the end of this lap. En we doen het even terug bij hem, dus we moeten er nog een keer uit voor een verbetering. Verstappen op P2. Wij dus op P4. En dit keer doen we het wel goed. Wel weer een klein momentje op de exit. Zijn een tiende sneller. Paars in sector 1. Groen in sector 2. En kijken waar wij zo meteen gaan staan als de vlag over een aantal seconden uithangt. En het is een P2 op 2/10 van Lando Norris. We zijn door naar Q2. En gaan ons proberen gewoon om op die soft banden te kwalificeren. Het zou ons gewoon goed moeten doen, want ik denk dat soft medium de betere strategie is.
Er is trouwens ook regen verwacht in de wedstrijd helemaal op het begin. Dus dan zou het eigenlijk niet uitmaken op welke band je start. Want iedereen gaat naar de intermediate. DRS ingeschakeld. En dit wordt een 1.28.0. De snelste tijd in Q2 op dit moment. We zijn aanbeland bij Q3. Onze eerste run in de top 10 kwalificatie. Kijken of wij ook naar de pole position kunnen komen. Bocht 1 nemen wij goed. Mooi de apex in 2 geraakt op naar bocht nummer 3. We zijn aanbeland bij de DRS gedeelte. Schieten we wel een klein beetje door, want we misten gewoon de apex door een moment overstuur. En we komen op een P1 met een 1.27.5. We gaan onze laatste run alweer in voor een verbetering van onze snelste tijd. Verstappen, daar verwacht ik ook nog veel van. Hij rijdt op P4. Hij moet echt naar P2 rijden. Groen is sector. Sorry, zeg ik niet goed. Groen bij de Delta. De sector 1 moet nog komen. Ziet er dan een klein beetje door. Krijgen daardoor een track limit waarschuwing. Zet een paars in sector 1 en 2 neer. Dus dit wordt een verbetering. Verstappen naar P2. Pakt ons. Ricciardo voorlopig naar de pole position. Maar wij moeten nog deze run afmaken. En het is de pole. Verstappen en Ricciardo 2 en 3. Beide naar de pole position. Waarom? Wij reden een 1.27.0. En Ricciardo reed een 1.27.4. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. 3/10 los van Ricciardo daarachter. Verstappen op 3/10. En Bottas op 1/2 seconde. Dus dat betekent, we starten dus vanaf P1 in de Grote Prijs van Frankrijk voor Carrière aflevering 43. Daar gaan we dan. Welcome along then to France, host of the world famous Tour de France. But we're not talking two wheels today, we're talking four, in a country widely thought of as giving birth to the art of motor racing back in the late 1800s. We've come a long way since then, and you're about to find out how far. It's time for the French Grand Prix. We have 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The rain is coming down and making for a slippery racing surface, but luckily there is plenty of runoff available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. And great to see you. How are you feeling about the race today, and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Norris, Carlos Sainz, and Hamilton, Leclerc, Perez, Joe, and George Russell, Gasly, Tsunoda, Max Verstappen, and Ocon. Giovinazzi, Stroll, Callum Ilott, and Marcus Armstrong. Latifi, Mick Schumacher, Lundgaard, and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. We moeten dus een goede wedstrijd zien neer te zetten voor Renault, onze motorleverancier natuurlijk. Strategie: een tweestopper. Allemaal naar de intermediates. Extra fuel meegenomen. Droog weer op het einde. Daar gaan we dan voor Carrière aflevering 43 van F1 2021 My Team Carrière Mode. De lampen springen aan voor de Grote Prijs van Frankrijk.
En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig van onze startplek. Hebben een momentje wielspin. ICE heeft problemen. Bottas kijkt naar die buitenkant. Lukte niet. Ricciardo kijkt naar die buitenkant. Lukte ook niet. En dus hebben wij de leiding behouden in de eerste bocht. Maar komen slecht weg op de exit. En Daniel Ricciardo zet hem daarnaast voor de leiding. Maar wij duwen hem daar gewoon wijd. We zijn gewoon heel agressief bezig. Bottas naar P2. Norris op P3 hebben een klein momentje moeten helaas wijd gaan. Maar zetten paars in sector 1 neer. Bottas kan goed meekomen. Het gat is 14e. 3,7 seconden naar Max Verstappen. En Bottas krijgt hier dan een kans voor de leiding. Maar wij duwen hem daar gewoon wijd. Ricciardo naar P4. Dit keer is het Norris naar P4. En Verstappen heeft een grip penalty gepakt. Dacht dus wat van achteraan. En moet dus naar voren zien te komen. We hebben een klein momentje. En Bottas kan kijken. Hier aan die binnenkant. Hij kijkt zeker. Maar dat lukt niet. Heeft ook een momentje overstuur. Door de dirty air. Tot nu toe verloopt het goed. De regen zou gaan weg moeten trekken. Ronde nummer 2 is het als wij paars in sector 1 en 2 noteren. Bottas op 18e gereden. En we zetten ook paars in sector 3. En wij zetten de snelste race ronde in met een 1:42.0. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. 15e per ronde. Vergroten wij de voorsprong naar Valtteri Bottas. Dus dat is alleen maar goed om te zien. Zetten weer paars in sector 1 neer en zijn 2/10 sneller. De regen is er nog, maar die gaat... Ja, dankjewel Jeff. Die gaat dus opdrogen. Dat zegt Jeff natuurlijk ook. Herhaling van de start... In Frankrijk met druppels op de lens. We vertrokken vanaf pole position. En kwamen gewoon goed weg. Verstappen kwam ook gewoon goed weg. En Bottas zit er al gelijk te kijken aan die binnenkant. Wij blokkeren hem al gelijk. Moet daar naar de buitenkant kijken. Lukt niet. En daar zit dan Daniel Ricciardo. Die pakt Valtteri Bottas voor P2. We hebben daar een slechte exit. En Ricciardo kan hier gewoon terugkomen in de slipstream. Kijk naar de buitenkant. Is er voorbij. Maar wij remmen gewoon hartstikke laat naar de Australiër. Duwen hem daar gewoon wijd. En Bottas kan profiteren. Ook Lando Norris profiteerde daar. En Verstappen zit in het gedrang. Wij schoten daar wel een klein beetje wijd. En dus kon Bottas hier aanvallen. Voor de leiding. Een lang recht stuk. Bottas keek naar die buitenkant. Maar wij remmen hier gewoon wat later, duwen hem daar compleet wijd. En dat is de leiding weer heroverd. Ronde nummer 6. En het is wat opgehouden met regenen. De baan is al wat droger geworden. Dat gat naar Valtteri Bottas is 2,7 seconden. Dus dat zit wel goed. Component is wel wat beschadigd, dat zie ik. De schil in sector 3. En dat is Christian Lundgaard die uitvalt. Christian Lundgaard finisht de grote prijs van Frankrijk niet. En Valtteri Bottas is op 3 seconden gereden. Aan boord bij Lundgaard. En zijn motor houdt er gewoon in één keer mee op. Einde verhaal voor de Alfa Romeo coureur. Die moet de strijd hier staken. DRS wordt beschikbaar gesteld en wij gaan een ronde langer door. Iedereen duikt naar binnen. Ook Verstappen is naar binnen. Max Verstappen gaat voor een undercut en het is heel druk in de pitstraat. Iedereen gaat hier voor een dubbele pitstop. Maar ik heb daar bewust niet voor gekozen. En Verstappen gaat naar de softbanden. Dus die moet nog een keer stoppen.
En hij zit dus in ronde nummer 9. En komt voor een Haas terecht. En ik ga ook voor de soft banden, want de baan is gewoon droger en droger geworden. Norris dus naar binnen. Bottas naar binnen geweest. Dat gat is 25,3 seconden. Dat zou ongeveer net genoeg moeten zijn om voor Lando Norris weer de baan op te komen. We hebben een beetje last van onderstuur. En je merkt gewoon dat de regen compleet weg is. De baan is gewoon aan het opdrogen. Nauwelijks natte plekken meer op het circuit, terwijl we een cornercutting waarschuwing krijgen van de FIA. Dus daar moeten wij voor oppassen dat wij die niet te vaak krijgen. You need to slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. Juist Jeff, jij snapt het. En wij duiken dus naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Lewis Hamilton duikt mee. En ook Lance Stroll komt zometeen naar binnen. Dan is de vraag, komen wij voor of achter Lando Norris terecht? Ik kan je in ieder geval vertellen, terwijl het geel is in sector 3. Norris zit klem achter Lance Stroll. Geel dus in sector 3 en de pitstop is 2,1 seconden, best wel snel. Geen safety car op dit moment voor die uitvaller. En wij komen mooi voor Lando Norris weer de baan op in ronde nummer 10. Ziet er wel een klein beetje door en Ricciardo zet de snelste race ronde in, maar Verstappen verbetert die met een 1.39.8. Het gat naar Lando Norris is 1,9 seconden. Bottas 2 seconden, Sainz 2,3, Perez 2,8. Ronde nummer 18 is het als het daar weer geel is in sector 2. Sorry, in sector 3 en het is Guangyu Zhou. Guangyu Zhou finisht de race niet in zijn Red Bull. Aan boord bij de Chinese coureur. En weer op hetzelfde punt waar Christian Lundgaard zijn auto moest stil laten vallen, doet hier ook Guangyu Zhou het. Ronde nummer 22. En de rest is allemaal naar binnen gedoken. En wij duiken nu naar binnen voor een setje softbanden. We gaan weer naar de zachtste compound die er is om dat snelste racepunt af te pakken. Kijken wat de pitstoptijd wordt. 1,8. Een hele snelle pitstop. En we komen mooi voor Carlos Sainz weer de baan op. Met nog 4 rondes te gaan. Dus tot nu toe is het een heel dominant optreden. Waar rijdt Verstappen? Die rijdt in de punten. Ik denk op een P7. En dat is goed om te zien. 3 seconden tijdstraf, helaas gepakt vanwege een bochtafsnijding. Ik was iets te wild. Blauwe vlaggen komen er nog aan, maar die kunnen wij gewoon niet meer pakken. Maar wij winnen wel de grote prijs van Frankrijk. Met als snelste resultaatpunt verstevigen alweer onze klassement. Pakken onze 7e overwinning op een rij. En we gaan ons lekker opmaken voor de volgende wedstrijd in Oostenrijk. And with that, we wrap up yet another incredible Grand Prix weekend. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it's down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium.
Nou, hierbij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Frankrijk. Pakken ook de snelste race van de punt. Sainz naar P2. Hamilton pakt het laatste podium voor Mercedes. Verstappen naar P6. Kwam van P13 voor een gridstraf. En hij kreeg driver of the day. 90 punten verschil naar Verstappen en Perez komt dichterbij aan Max. Dat verschil is 9 punten. En constructeurskampioenschap 171 punten verschil naar Ferrari en Red Bull en Mercedes staan gelijk. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Remote content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media en gebruik ze in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Oostenrijk.